moet nu heel goed kijken. Dat ik er en niet op zich is dat wel bijzonder. Dat is namelijk de wilde narcis wat we hier hebben uitgezet. Ja, en waar zie ik ze? Nou, je kunt ze hier, kijk, hier staan ze nog volledig in knop. Hier staan er een koppeltje bij elkaar. Ja, maar die heb je hier uitgezet, zei die je? Zijn hier uitgezet. En destijds zijn we benaderd door het Landschapsbeheer Drenthe. Ja. En zij vonden dit een hele mooie omgeving, een goede omgeving om deze bolletjes uit te kunnen zetten. En doen ze het goed? Ze doen het heel goed. Dus ze zitten nu het tweede seizoen. En als ik kijk hoe ze er nu bij staan, dan zijn we er dik tevreden over. Oh, mooi. Ja. En Stefan, ben jij daar ook dik tevreden over? Ja, dat zijn wij zeker. Wij zijn heel blij dat de WMD de wilde narcis hier geadopteerd heeft. En Peter vertelde het al, de wilde narcis die komt verspreid over Drenthe voor, maar heeft het wat moeilijk. Want uit natuurlijke situaties is hij min of meer verdwenen. Ja. Gelukkig staat hij nog wel rondom beekdalen op boerenerven. En eigenlijk willen we mensen in Drenthe oproepen om mee te helpen zoeken, om bestaande groeiplaatsen weer in beeld te brengen. En vandaar dat we daar aandacht aan besteden. Maar dan moeten we eerst even het verschil weten tussen een gewone narcis en de wilde narcis. Want ja, we zien hem hier nog wel een beetje in de knop. Ja, we hebben voor de mensen thuis ook een zoekkaart ontwikkeld. Oh, dat is wel handig. En daarin hebben we de verschillen aangegeven tussen de wilde narcis. Nou, als je een beetje goed kijkt, zie je die twee verschillende kleuren. Ja, die trompet is echt wat donkerder geel en die bloembladeren zijn dan iets lichter. Ja, en dat is een van de kenmerken. Daarnaast is de bladkleur van de narcis, de wilde narcis, is wat grijs-groen. Terwijl dat heel veel andere gecultiveerde narcissen een veel donkerder groen, een beetje graskleurig blad hebben. Ja. Ook een van de kenmerken. Er zijn er nog meer, maar met de details ga ik je niet lastigvallen. Eigenlijk roepen we mensen op om vooral in de omgeving van de beekdalen, de oorspronkelijke groeiplaatsen, om eens een keer tijdens een wandeling of fietstocht mee te helpen zoeken en te kijken of we op boerenerven weer groeiplaatsen kunnen vinden. En dus pluk ze niet, maar bekijk ze gewoon. Geniet ervan. En geef het door waar ze gaan. Ga vooral doorgeven als je denkt dat je wilde narcissen in de tuin of bij de buren ziet bloeien en groeien.